Okie dokie. Daily challenge tijd. Laten we eens zien waar we zijn vandaag. Oh, Siberian Suspirius. Daar ergens of zo? Meer hier ergens toch? Is dit de stadsnaam of fijn dit? Er is daar een stadion. Misschien hebben we mazzel dat we daar info krijgen. Laten we hopen. Ik dacht eerlijk gezegd dat het Mongolië zou zijn. Naar aanleiding van die party we. Tenminste, wat ik uitging van dat een bar was. Maar misschien is het ook wel geen bar. Even kijken. Ik hoop eigenlijk. Freaking bus daar. Ja, nee, daar heb ik echt. Het is inderdaad Rusland. Lokomotiv Kursk. Kursk? Ik weet dat Kursk een dorpssoort is. Misschien. Want het is niet echt. Siberië, toch? Of ben ik gek? Nee, dat is niet echt Siberië. Siberië, wat ik zeg. Siberië is hierboven. Dat is Siberië, toch? Of ben ik gek? Heb ik me dat, onthoud ik me dat verkeerd? Misschien dat we hier nog meer info hebben. Ja. Maar goed, het is Rusland, dus het zal sowieso wel fout zijn. Kurult communisme. Ja, wat ik zeg. Het is Rusland, dus het zal sowieso wel gewoon echt extreem fout zijn. Maar volgens mij is dit gebeeld toch niet Siberië? Is dat wel Siberië? Nee, toch? Ja, dat is dus schijnbaar wel Siberië. Jeetje. Ja, laat maar zitten, jongens. Spaans. Portugees. Italiaans. Een van de drie. Ik kan die nooit onderscheiden. Ik denk wel dat dit, als ik dit zo zie, Santander is. Spanje. Dat is dus inderdaad Spaans. Het is een stad. Het is een. Lijkt me ook best wel een redelijk grote stad te zijn. Tenminste, een vrij toeristische stad. Als zijnde van. Als ik vind welke stad dat dit is, dan kan ik zo. Cadiz is een stad volgens mij toch? Of ben ik gek? Hier. Ik ben blij dat ik wist dat Cadiz een stad is. Ik weet niet of dit Cadiz is. En ik spreek het waarschijnlijk ook compleet verkeerd uit. Maar ik bedoel, oh, het is best wat ik heb.
Dus why not? Why not? Why not? Dus ja. Ik zie een palmboom. Ik zie ook palmboom. Het ziet er meer uit als ik heb geen idee. Maar mijn hoofd wilde mijn eigen zin niet afmaken. Oh, verder mag ik niet. Jeetje. Mag ik hier wel verder? Hier mag ik wel verder. Dit lijkt me een beetje een soort van de Spaanse Venetië te zijn. Als in, er zijn geen auto's, niet met het water. Ja, misschien ook wel. Ik bedoel, ik heb voorlopig nog niet heel veel water gezien, zeg maar. Oké. Ah. Kan van alles zijn. Mexico, Argentinië, Bolivia. Colombia heel misschien. Voorlopig. Wil ik het wel echt op Mexico houden? Misschien iets zuidelijker. Is nou wel heel groen, zeg maar. Ja, ik denk niet dat ik hier ook maar iets ga aantreffen voor de rest qua informatie, joh. Dat is een beetje het vervelende. En dit is ook wel, denk ik, waarom ik zo verschrikkelijk zwak ben in, hoe heet het? In, Midden- en Zuid-Amerika. Heel veel van hoe ik speel vertrouwt op bordjes. Heel veel, maar ja, op bordjes sowieso. En je hebt gewoon in Midden- en Zuid-Amerika heb je gewoon heel veel van dit soort stukken erbij. Waarbij je op een hele tijd gewoon geen bordjes hebt. Ja, ik heb natuurlijk wel wat geleerd met nummerborden en zo. Maar aangezien dat 9 van 10 sowieso wit zijn. Weet je, want stel je nou voor, de enige die ik zou kunnen herkennen als zijnde niet Mexico is Colombia. Want Colombia zou een geel nummerbord hebben. Nou, laten we nou eerlijk zijn, we hebben ook nog totaal geen enkele auto gezien in die tijd dat ik begon ben met klikken. Dus ook dat helpt niet. Yo, ik heb echt geen idee. Ik zou hem zelfs nog ietsje zuidelijker plaatsen, denk ik. Ik heb. Ik weet niet eens zeker of dit Mexico is. Moet je nou. Dit is. Wat? Hoe is dat Brazilië? Het is dat ik hem in Rusland al fout had, maar. Jesus.
Echt. Man, echt. Kan ik die iets beter in beeld krijgen? Het lijkt. Punt. Is het IT of LT? Gezien de omgeving zou dit LT moeten zijn. Gezien de omgeving zou dit LT moeten zijn. En dan maar hopen dat ik het goed zie. Niet dat er. Wat zou het. Ik probeer me oprecht even te bedenken wat het anders zou kunnen zijn. Ja. Ik heb echt oprecht geen idee wat het anders zou kunnen zijn, eerlijk gezegd. Want die laatste, dat was toch duidelijk een T, dus. Nee, nee, dat is. Wat is Portugal? Is dat PT? Is Portugal PT of. Is dat PO? En dat is Polen PL. Polen is PL, Portugal is PO. Dus dat is ook niet. Dat is hem ook niet. Hier zit ik in mijn hoofd te breken over een URL, terwijl ik niet aan de rest van de omgeving aan het opletten ben. Ja, qua omgeving zou ik inderdaad zeggen dat dit Letland, Litouwen of Estland is. En Estonia, wat is? Dat is EE volgens mijn dingen, dus dat is hem ook niet in, dat is LV. Het is Litouwen, dat is het belangrijkste. Ik zat goed. Zo. Poeh. Dat is een bord. Hopelijk staat het bord er nog als ik oversteek. Staat er nog, maar er staat niks op wat ik kan gebruiken als zijn. Info. Is het hier info op? Punt EU. Wauw, jee. Maar goed. Kroatië. Slovenië. Servië misschien? Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Kunnen we terug naar beneden gaan? Omdat we dat op de andere kant op gaan. Volgens mij stond daar ook nog wat borden. Ja. ME. ME is. Montenegro. Ja, Macedonië is MK volgens mij. En eerlijk is eerlijk, volgens mij in allebei verwacht ik eigenlijk Syrisch, dus. Oh, hey! Ik verwacht in allebei Syrisch. Pop.
Ja, volgens mij. Ik dacht dat dit MO was en niet ME, maar ik zou niet weten wat. Dus weer is het punt ME of is het iets anders? Ik heb het ook dichterbij gezien. Punt ME ook. Dat ook. Hebben ze een punt van? Zeggen. Met al die borden, hoe zonde. Yay! Oh, maar echt net eroverheen. Dankjewel, Rusland en Brazilië, voor jullie genot. Ah, man, echt. Ik had echt geen idee dat Siberië daar begon. Ik dacht echt dat het niet. Ik was al helemaal verbaasd over dat, maar ja. Goed. Ik kan nog steeds niet geloven dat het Brazilië. Ja, ik bedoel, het zal wel. Het zal wel kloppen. Maar ja, ik heb echt niks gezien. Geen auto, geen bordjes, niks. Maar goed. Dat was hem voor vandaag. Morgen weer een dag. En een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.